atelier. Vandaag ga ik vertellen hoe je een gezicht kan tekenen. Nou, ik ben even op zoek gegaan. Ik heb in de loop der jaren best wel al wat portretten getekend en ook veel selfies. Nou, tegenwoordig lijkt het hip een selfie, maar eigenlijk is het heel ouderwets. Want als je alle kunstboeken doorgaat kijken, dan zal je zien dat heel veel kunstenaars selfies geschilderd hebben. Eigenlijk vind ik het echt super cool, want een selfie is dus gewoon heel erg ouderwets. Hun stonden nog net niet zo, want dat doet iedereen tegenwoordig als ze een selfie maken. Maar dus, ik ga even laten zien wat ik heb ontdekt. Jeroen Krabbé, fantastische kunstenaar ook natuurlijk. Die heeft ook eens een zelfkijk. Is dit niet een fantastische selfie? En dan hebben we natuurlijk Van Gogh. Zag ik hem, denk ik. Kijk. Hier was hij ook. Een zelfportret aan het schilderen. Fantastische kleuren. Dus ik sta nu onder de douche en ik denk van, ik ga eerst even laten zien wat ik allemaal voor selfies heb geschilderd. Maar dan ga ik even naar de zolder en dan kom ik zo weer bij jou terug. Ja, kijk. Heb ik even een map van de zolder gehaald. Als het goed is. Dit is hem dan. Dus even kijken wat ik hier allemaal in vind. Nou, even net andersom. Nou, het is al lang geleden dat ik deze van mijn zolder heb gehaald. Maar die zit dus in de map van selfies. Misschien is het ook wel een map van portretten. Ik weet het niet. Oh ja, dit is ook wel leuk. Dit is een selfie, maar dan op een bijzondere manier. Van bovenaf een foto genomen van mezelf. En daar iets aan toegevoegd. Nou, het is wel echt heel leuk om te doen. Nou, deze is ook al wel heel oud. Maar dit is met houtskool. Dit ben ik. Dit is een selfie. Oh ja. Kijk, hoe heet zij ook nog maar weer? Zo fantastisch mens vind ik dat. Ze ziet er zo gaaf uit. Dus ik heb haar geschilderd, maar Angelique heeft haar ook geschilderd. Oh ja, en hier komen de selfies. Kijk dan. Dit ben ik ook, met een andere bril. Maar dit heb ik een hele poos gedaan, selfies schilderen. Dit ben ik ook. Is echt wel cool. En even kijken hoor. Samen met Angelique geschilderd. 8 november. Nou, er staat helaas geen jaartal bij. Maar kijk. Het was in ieder geval koud, denk ik. Ik had een sjaal om. En het was een kleurrijke dag. Lieve, je staat in de weg. Eventjes die kant op. Nou, een selfie op de duur. Ik weet nog dat ik op de duur dacht van, het is steeds hetzelfde, neus en mond, dat ik er bloemen bij opgeschilderd heb. Kijk, hier heb ik een hele brede nek. Daar ging niets mis. Oh ja, en deze dan. Kijk. Nou, ik ben het allemaal zelf, hè. Ik kan er wel een boek van maken, net als Rembrandt in Van Gogh. Nou, hier de. Hier is het nog steeds koud, denk ik. Hier zie ik een beetje groen. Maar toch wel leuk om zo doorheen te laten, hoor. En weet je wat het vooral is? Dat je zonder angst gewoon schildert. Dat je gewoon naar jezelf durft te kijken en denkt van, oké, dat is gewoon één grote oefening natuurlijk. Helemaal geen serieuze gedoe. Had ik een nieuw jasje. Ik vind het nog steeds heel leuk. Kijk dan. Ja, ik vind dit nog steeds wel mooi. Maar het lijkt natuurlijk niet aan mij. Maar ik vind het wel echt een mooi portret. Kijk, deze. Hier staat bij 2008. Maar dat ben ik ook.
Maar op de een of andere manier zag ik er heel jong uit die dag. Vind ik ook wel leuk geworden. Wat ik ook fantastisch leuk vind, is als je een portret maakt. Dus zeg maar, je neemt een standaard vormen, zeg maar. Twee ogen, neus en een mond. En je gaat daar verder op. Een bril. Zo'n strik is misschien ook wel leuk. En oorbellen. Vogeltjes hou ik altijd van. Ik weet al wie hoe ze heet. Iris Apfel. Volgens mij zeg je dat zo. Ik zal ook even die van Angelique opzoeken. Kijk, ook al ben ik geen professional in het portret schilderen, het weerhoudt mij er niet van om dus... val ik over mijn eigen rotzooi. Het weerhoudt mij er totaal niet van om het ook echt gewoon wel te gaan doen. Dus dat wil ik eigenlijk maar mee zeggen. Van wat je ook van deze portretten vindt. Dat je het dus gewoon moet doen. En ook hiervoor telt... We leren allemaal dat het allemaal mooi moet zijn en dat het allemaal precies gepast is. Maar waarom is dat dan? Want ik heb er namelijk echt superveel plezier aan beleefd. En als ik er nu naar terugkijk, het is echt al jaren geleden dat ik dit heb gemaakt. Ik kan nu wel echt naar kijken en denk van wauw, als ik dat nou toen niet had gedaan. En ik had me laten weerhouden door hoe het hoort en wat precies mooi is. En hè, wanneer vind je een portret goed gelukt? Dan had ik echt nooit meer geschilderd. Dan was ik toch mee opgehouden. Dan had ik toch nadat ik deze had geschilderd, had ik dan toch gedacht van, dit ga ik echt nooit meer doen. Nou ja, zo denk ik dus niet. Ik denk gewoon, goh, die ziet er kunstzinnig uit zeg. Ik word hier wel blij van. En als ik er niet blij van word, dan denk ik, nou, dan ga ik er nog 100 proberen. En dan komt er vanzelf wel een waar ik wel heel erg blij van word. Toch wel bijzonder om er zo naar te kijken. Nu zal ik jou even laten zien hoe ik dat doe. Nou, geen garantie dat het er dan nu mooi uit gaat zien, hè? Geen druk. Oh ja, vergeet ik te zeggen. Ik heb even de hulp van mijn zus Angelique Meulenkamp ingeschakeld. Wij schilderen ook vaak samen en zij heeft ook heel veel portretten geschilderd. En ik had er wel een ideetje bij hoe ik dat zou kunnen doen met haar. Nou, portret schilderen. Daar heb jij veel gedaan. Dus ik dacht, als we dat nou even laten zien hoe dat moet. Wacht even hoor. Kijken, anders is het zo saai. Kijk, eerst doe je een middellijn. Zo, dus gaan we nu doen. Selfies. We lijken zo op elkaar dat dit bijna een selfie zijn. Oké. Kijk, dus je zet dus nu deze lijn. Als je in de spiegel kijkt, hè? Als je een selfie maakt. Nog een middellijn. Die komt uit. Mag ik even kijken waar jouw middellijn is? Of een mist uit van jou. Waar is dat voor? Nou, je snapt het al. Dit wordt helemaal niks. Met twee zussen aan één tafel en schilderen. Nou, is niet te doen. En onze moeder lag ook zo in de deuk. Fantastisch. Nou, ik zal het even op een andere manier proberen uit te leggen. Oké, maar dan wil ik wel heel graag even tekenen. Huh? Ga maar eventjes aan de kant. Oké, ik neem een stift. Je tekent een ei. In het midden van het ei, daar zitten ogen. En dan hebben we het midden. Van de ogen tot de kin. Daar eindigt de neus. De neus loopt door tot de wenkbrauw. En de wenkbrauw zit ongeveer... Daar eerst meet je tussen de ogen en de bovenkant het midden. Dan daar het midden weer van. Maar dat zal je wel zien op het werkblad die ik op mijn website heb gezet. Daar teken je de wenkbrauw. De onderkant van de neus en de kin, daar
is ongeveer het midden van de mond. Dan heb je de oren. De bovenkant van de oor zit ongeveer op de hoogte van de wenkbrauw. En de onderkant, dus zeg maar je oorlelletje, zit dan eindigt op de onderkant van je neus. Nou, dat is toch hartstikke leuk. En dit kun je dan inschilderen, net zoals ik al mijn portretten heb laten zien. Hoe leuk zou het zijn als je een stappenplan hebt op papier? Nou, dat heb ik even voor jou gemaakt. Ik ben er even voor gaan zitten en ben even gaan tekenen. En nu staat hij klaar speciaal voor jou op mijn website. www.schilderenmetmiranda.nl. En ja, je kan hem daar vandaan halen. En hoe leuk zou het zijn met jezelf voor de spiegel gaan tekenen en er wat leuks van maken. Nou, ik ben heel benieuwd naar je resultaat. Ga dus naar www.schilderenmetmiranda en dan kom je op mijn website. En dan heb je op de website heb je een button schildercursus. Die klik je aan. Dan kom je in de informatiepagina over de schildercursus. 8 weken inspiratie. Maar boven de schildercursus zit een button. Daar klik je op. En hier vind je 9 stappen hoe je een gezicht tekent. Ja, ik wil je even wat laten zien hoor. Even kijken, deze. Nou, dit is een typisch voorbeeld van hoe het dus niet hoort. Je moet dus niet te bang zijn. Kijk, officieel hoort het zo te zijn dat het oog zo groot is dat er een oog tussen past. Nou, ik weet niet waar mijn meetdingen waren, maar dit klopt dus niet, hè? Maar doordat het niet klopt, klopt het juist. Stel dat het nou had geklopt. Was het dan net zo interessant geweest om naar te kijken? En de nek is ook echt niet zo... Ja, ik vind het nog steeds wel leuk om naar te kijken. Dus ja, misschien denk jij van, oh, hoe komt ze erbij? Ik vind het echt verschrikkelijk. Dan snap ik dat ook helemaal. Dat is prima, hè? Dat mag. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik vond het weer hartstikke gezellig. En ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. Druk even op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Het kost niks, maar dan is iets met het algoritme dat ik dan meer mensen kan inspireren. Nou, dat zou toch fantastisch zijn. Dus abonneren, duimpje en deel het alsjeblieft. Geef het door. Maak mensen blij. Laten we iedereen inspireren. Ga een portret tekenen. Ga tegenover elkaar zitten en... Schets elkaar, lach erom, maak grapjes, maar doe het gewoon, geniet, maak plezier en wees gelukkig. Tot volgende keer, doei!